Merhaba arkadaşlar. 2020 Online TOEFL Kursus Nederlands Hollandaca dil kursumuza hoş geldiniz. Hollandaca dil bilgisinde signaalwoord olarak geçen dilin yapı taşlarından olan birkaç kelime üzerine dikkatinizi çekeceğim bugün. Belirtilen signaalwoord'un cümlelerini en az iki defa yüksek sesle ve anlaşılır şekilde söyleyiniz. Herhal deyicesinin met het meest gebruikte signaalwoorden minimaal twee keer hardop en duidelijk. Succes! Meest gebruikte signaalwoorden zijn, of gaan over, oorzaak, gevolg, reden, verklaring, argument, opsommingen, samenvatting, herhaling, toelichting, voorbeeld geven, signaalwoorden van tijd, tegenstellingen, overeenkomst en vergelijkingen en conclusies. Şimdiden başarılar diler. Evet, devam ediyoruz. Voordat ik naar bed ga, poets ik mijn tanden. Vroeger heb ik deze opleiding gevolgd. Kenan was eerder dan ik in het restaurant. Aanvankelijk vond ik de les heel spannend, dat viel uiteindelijk mee. Ik ga eerst iets eten, want ik heb de hele dag niets gegeten. Ik heb haar nooit eerder gezien. Nooit. Nadat ik gegeten heb, heb ik een kopje Turkse thee gedronken. Voordat ik naar school ging, moest ik eerst naar de winkel. Wanneer zijn we vrij? Wanneer ik sport, voel ik mij veel beter. Wanneer ik op vakantie ben, dan ga ik voor jou een gouden ring kopen. Wanneer ik op vakantie ben, dan ga ik voor jou een gouden ring kopen. Als ik de tafel dek, kook jij dan intussen of ondertussen de eieren. En masayı kurarken, hazırlarken, sen yumurtaları o arada kaynatırsın. O ya pişirirsin. Hij zei dat hij niet beledigd was, maar ondertussen alınmadığını söylemişti ama benim bildiğim kadarıyla yani durum hiç de öyle değildi. Tijdens mijn vakantie heb ik elke dag gezwommen. Tijdens. Tatil süresince, tatil boyunca. Opsommingen. We hebben huisregels voor kinderen, voor onze kinderen. Ten eerste moeten ze hun handen wassen. Ten tweede moeten ze hun uitkleden en hun pyjama's aandoen. Ten slotte moeten ze hun tanden poetsen. Ten eerste, ten tweede, ten derde, ten slotte. Ik ga boodschappen doen, vervolgens moet ik naar de markt om vis te kopen. Bovendien moet ik nog mijn huiswerk maken. Bovendien, dahası hatta. Ik ga eerst een boek lezen en daarna ga ik naar bed. Önce kitap okuyacağım, daha sonra uyurum. Ik vind de les niet alleen maar spannend, maar ook best moeilijk. Ik vind de les niet alleen maar spannend, maar ook. Ik vind de les best spannend, maar ik mis 's avonds film te kijken. Maar. Ik koop elke week appels, want ze zijn zoveel gezond als lekker. Ik koop elke week appels, want ze zijn zowel gezond als lekker. Mehmet besteedt niet alleen maar zijn geld, maar ook zijn tijd aan haar. Mehmet besteedt niet alleen maar zijn geld, maar ook zijn tijd aan haar. Het regent de hele dag, maar de straten blijven best droog. Of... Ik koop elke week appels, want ze zijn zowel gezond als lekker. Ik wil hier niet meer wonen, mijn buren zijn zeer irritant. Een ander argument is dat ik niet meer gelukkig ben. Een ander argument is dat ik niet meer gelukkig ben. Er is nog een reden waarom ik te laat ben, namelijk mijn wekker was kapot. Ik ben namelijk zeer behulpzaam.
Dilek belt namens de directeur. Dilek, müdürü adına telefon açıyor. Ik hou van literatuur, maar ik kan niet elke dag tijd besteden aan het lezen. Toch probeer ik dat. Echter doe ik mijn best om elke week een boek uit te lezen. Je komt naar mijn feestje, toch? Je komt naar mijn feestje, hè? Ik was de hele dag in Rotterdam, maar ik heb toch besloten om jou niet te bezoeken. Dat weet je toch? Je weet het toch? Toch moeten we extra oefenen. Ama yine de fazladan çalışmamız gerekir. Het regende, maar desondanks ging hij toch wandelen. Ik ben rijk, mijn broer daarentegen is arm. Aan de ene kant heb je gelijk, maar aan de andere kant ben je ook schuldig. De school is enerzijds voor de leerlingen, anderzijds ook voor de docenten. Hoewel hij ziek was, ging hij toch naar school. Vader mag de kinderen niet zien, behalve als ze zelf hem bezoeken. Esma denkt net zoals haar vader. Ali is irritant, evenals zijn zusje. Deze situatie is vergelijkbaar met wat ik zelf meegemaakt heb. Opmerking. Gaat over oorzaak en gevolg. Doordat en daarvoor worden uitsluitend voor oorzaken gebruikt. Omdat en daarom worden vaak voor redenen, maar ook voor oorzaak gebruikt. Ik bel de tandarts, want ik heb kiespijn. We drinken veel water, want we hebben veel dorst. Doordat de zon meteen weer fel begon te schijnen, droogden de straten snel op. Erdem kwam te laat, doordat hij betrokken was bij een ongeluk. De kok was ziek geworden, daarom kon het feest niet doorgaan. Opdat wordt een formele taalgebruik en het gaat over de doel. Zodat wordt veel vaker gebruikt. Dagelijks leven. Er wordt een nieuwe motie ingediend opdat een kamerbeslissing kan worden geforceerd. We beginnen met enkele leuke activiteiten, zodat de groep elkaar beter leert kennen. Pensioenen moeten hoog genoeg zijn, zodat iedereen prettig kan leven. Wees voorzichtig daarmee. Wat bedoel je daarmee? Stop daarmee. We hebben immers afgesproken, we leven immers nog. Hala, after all. Zij steekt haar neus overal in. Voor niets gaat de zon op. Geen nieuws is goed nieuws. We branden van nieuwsgierigheid. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. In nood leert men zijn vrienden kennen. Van nood een deugd maken. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde sinyal woorden Hollandese dilinde sıklıkla kullanılan dilin köşe taşları dediğimiz çok önemli
ifadeleri cümle içerisinde kullanmayla öğrendik. Dersimize katıldığınız için teşekkürler. Soru, öneri veya görüşlerinizi YouTube veya Facebook sayfamızda paylaşırsanız sevinirim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla, mutluluklar.